We zitten momenteel volop in de examens. De meeste sportcompetities voor de jeugd draaien dan ook op een laag pitje. Maar voor de wielrenners is het seizoen in volle gang. We gingen eens kijken hoe die wielrenners een en ander combineren. We trokken daarvoor naar Deftingen, waar de junioren gisteren verzamelden voor de ereprijs Eddy Hergots. Koersen in volle examenperiode, het is niet evident. De renners die zondagmiddag passeren aan de inschrijvingstafel moeten op maandag ook nog examens afleggen. Recht. Ja, dat is wel een blokvak dus. Ja, ik zal als ik thuis kom toch nog een beetje achter de schoolboeken mogen kruipen. Biologie, maar het is vooral Latijn de dag daarna dat iets lastiger ligt. Ja. Ondanks die examens komen er toch nog 63 junioren aan de start. Zij moeten 11 ronden van 7,5 kilometer afleggen. Dat geeft een totale afstand van 82 kilometer in deze ereprijs Eddy Hergots. Hij was de voorzitter van de Moedige Wielrijders en overleed 10 jaar geleden. Ook in Deftingen blijft het niet droog. Een golvend parcours en een strakke wind zorgen al snel voor verbrokkeling in het peloton. In de slotfase rijden twee renners voorop en komen er vier achtervolgers aansluiten. Zo krijgen we dus zes leiders. Gatien Bossard, Sean de Bie, Brian van Goetem, Nick Stoppler, Toch van der Sande en de Nederlander Michael Vingerling. En dit is de Nederlandse kampioen bij de junioren. Twee ronden voor het einde gaat hij in de aanval. Provinciaal kampioen Gatien Bossard en vier andere renners uit de kopgroep kijken vooral naar elkaar en zien de Nederlander steeds verder weglopen. Vingerling gaat onbedreigd aan de laatste kilometer in en wint de wedstrijd met een voorsprong van 2 minuten en 22 seconden. Een knappe prestatie van onze Noorderbuur, die speciaal voor deze wedstrijd naar Deftingen is gekomen. In Nederland was er geen koers, tenminste een tijdrit. En volgende week is het Nederlands kampioenschap waar ik mijn titel wil verdedigen. Dus ik wou nog een koers met wat meer kilometers pakken, dus toen, vandaar ben ik naar hier gekomen. Vingerlings ploegmaat Tosh van der Sande wint de spurt voor de tweede plaats voor Stoppler van Goetem de Bie en Bossard. En tot zover ons nieuws. Zometeen.